Hello. How are you doing? You're running with us? Morning jongens, eerste ochtend in Kenia en we gaan lekker ontbijten. We gaan nu richting ontbijt. Ik heb best wel goed geslapen, kan ook niet anders, want die dag ervoor had ik geen slaap. Geen last van de hoogte nog, dus we gaan ervoor. Goedemorgen. Kijk wat ik mee heb van Nederland. Heilige schenkstroop op de pannenkoeken. Nice. Okay. Dat is een pancakes eten. Lekker ontbijten. En de koffie gaat erin. Goedemorgen jongens, het is de eerste dag, de volle dag in Kenia en we gaan vandaag lekker lopen, we gaan een dubbel loopje doen. We gaan ook een beetje internet halen, want internet hier is niet zo goed dat ik echt heel erg goed kan uploaden. Maar je kan een soort e-sim halen ofzo, dus dat gaan we doen. Ik heb een koffietje, we gaan daar met een groep lopen. En ja, ik heb er zin in vandaag, dus we gaan ervoor. Het is weer prachtig weer. Geen wolkje aan de lucht. So, let's go. Goedemorgen! Dit is de benedenpart, tot zo'n boven- en benedenpart. En daar is ook de gym. En daar zijn de andere jongens waar we mee gaan lopen. Dus we gaan nu die kant op. Kijk, look how pretty. Chill huisje. Je hebt hier ook een gym ergens volgens mij. En allemaal nice huisjes. Even kijken naar beneden. Dit is een nice hangout. Kijk, nou even naar de gym om te kijken. Heb je wel veel hoor. CNC guesthouse, kijk, dumbbells, of hoe noem je een ding? Optilbells. En hier binnen is het. Kijk. Kijk hoe netjes. Gym boys, hier kunnen we gymmen, samen met de Keniaanse vlag. Kijk. Je hebt hier alles. Oh, ook darta en massage room. Oké, we gaan een passage nemen voor Ben. Om 1 uur. Kijk, met deze heren gaan we even lopen. Stel ze even voor. Jurien, Polderman, Taan van der Velden. Toppers. En dit is twee gaan lopen ook bij CNC. In ieder geval zijn ze te gast. En we gaan nu naar een groep met Ene Teun. Ik ken hem niet, maar we gaan even kijken. En dan gaan we lekker rondje lopen met Salle. Mazzel. Lopen ze, we gaan ons eerste heuveltje op. Oeh. Oké, 5 kilometer onderweg. We hebben de hele tijd dit soort roads. En we hebben meneer Teun meegenomen. Hi Teun. Wacht, een vlogje. Goed vlogje. Hallo. How are you doing? You're running with us? Very good. De eerste lange duurloop zit erop. Hoeveel hebben we gelopen? Ik denk 16, 17 kilometer, ik weet niet precies. 16, 17 kilometer. Deze man is al 3 dagen, dus hij is doorgewinterd met alle hoogteverschillen en alles hier. Dus ik was te vlaanpoten. Maar we zijn er. Lekker loopje eerst. Het is goed warm. En mijn schouders zijn denk ik verbrand, ook al heb ik ze ingesmeerd. Kijk jongens, Keniaanse kleuren op de schoenen. Hier, bij hem helemaal. Bij jou lijkt het wel een soort gouden spray die er overheen is. Ja, hij was ook eerst goud, maar nu is het Keniaanse goud. Keniaanse goud. 70 kilometer bijna. 4,36. Een stuk harder dan gisteren, dat heb ik al gemerkt. Oeh. Ik hoop met het kanaal binnen dit jaar 10.000 subscribers te krijgen. Dus als jij me wil helpen, druk even op die subscribe knop. En dan kan je allemaal leuke content volgen, zoals deze in Kenia. Hoop even mee, 10.000 volgers, subscribers tot het eind van dit jaar. Oké, jongens, tijd voor ons eerste avontuur. We gaan internet zoeken. Dus we moeten een stukje lopen. En dan gaan we een e-sim halen, zodat het internet goed is. Want helaas is het internet daar echt... soms valt hij uit. Het is heel lage kwaliteit. Dus we gaan even kijken of we dat kunnen doen. E-sim halen bij een winkeltje. Onderweg. Maak de pijp.
net aan het halen in de Artel shop. Very good. The road again. Back home to the CNC with internet. We gaan naar masseur Ben. Om 1 uur hebben we een afspraak. Krijgen we even een goede massage voor een uur. We're getting a massage from Ben. Hi Ben. Mom, Ben is gonna massage. This is the massage chair. Chair, how do you say it? Massage bed. Ik was net naar Ben geweest en zo. Ben de masseur heeft me echt goed gemasseerd. Ik zat echt helemaal vast. Mijn rug, jongen, oh, echt heel erg. Benen, schenen, kuiten. Hij heeft goed alles aangepakt. En Ben gaat wat het gaatje, kan ik je vertellen. Dus dat was al heel erg lekker. Uiteindelijk een uur gemasseerd. En dat is 500 shilling. En dat is omgerekend. Hoeveel zal dat zijn? Laat ik eens kijken. Wow. €3,59. Klopt dat wel? Ik ben benieuwd. Oké, lunch jongens. Rijst. Gebakken banaan. Oh, broccoli broodje. En linzen. Maar deze ga ik even op kleine bonen of linzen. I don't know. Die sla ik even open. We nemen dit. Yum yum. Iemand had mij gevraagd wat voor producten van Morten heb je mee. Die liggen allemaal hier, dus we gaan ze even langs. Here we go. Allereerst de Morten Solid 160. Dit is een reep, lekker om te eten. Ik neem het vaak voor of na de training. En ik heb er aardig wat mee, zodat ik lekker wat reep kan eten. Nou, de drinkmix 320 is wat ik gebruik voor de wedstrijden. Dus hier doe ik echt de marathonwedstrijden in. Dus vandaar dat ik een paar meegenomen heb om te trainen. En ik heb ook nog eentje om 1 keer even te oefenen met cafeïne. Want de laatste deel doe ik met cafeïne. Dus mijn langste run ga ik met cafeïne doen. Waarom heb ik niet superveel mee? Omdat ik train het meeste zonder dat ik met een bidon. Zo heet dat. Ik train het meeste zonder bidon. Dus vandaar 1 cafeïne en niet te veel drinkmixers mee. En voor de rest heb ik een berg met jelletjes. En die zal ik het meeste eten. Dus ik denk 2 per dag. 1 in de ochtend en de middag trainen. En die neem ik gewoon mee in mijn broekje. En dat is een lekker jelletje daarvoor. Dat zijn de Morten producten die ik hier heb. Er zijn nog veel meer, maar deze zijn degene die ik heb meegenomen. En ja, ik heb een soort Morten winkeltje gemaakt. Ik dacht nog, nou, beter word ik niet geborder controlled en nemen ze alles mee. Maar gelukkig ben ik er gewoon doorheen. Kans klaarmaken voor het tweede loopje. Het tweede loopje gaat met de Brooks Glycerin Max. Max cushioning. Rustig aan een stukje lopen. Niet te gek, we hebben net gewerkt. Dus de video van de backyard is bijna helemaal af. Wat aanpassing gedaan. Na akkoord ben ik daarmee klaar. En we hebben een klein beetje de droog getest, maar daar gaan we nog wel wat meer mee doen. Dus die heb ik van René geleend, dus super bedankt René. Dat is hartstikke fijn. Ik wil nog even iedereen zo erg bedanken die heeft gesupport voor Kenia. Dankjewel dat ik hier nu kan zijn. Komt echt door jullie. Dus ik ga jullie ook verwennen met goede content. Althans, ik hoop dat jullie het goed vinden. Ik ga in ieder geval mijn best doen, leuke video's maken. Wat ik net al zei, we gaan nu voor het tweede loopje. Dus laten we gaan jongens, let's go. Oké, we gaan eerst nog even wat krachtoefeningen doen. In de gym.
tweede loop met deze heren. We gaan ongeveer een uurtje lopen. Even kijken of het wordt. Rustig aan, niet uit. In het lekkere zonnetje. We zijn gelost. Die jongens lopen wel een stukje te hard voor mij. We lopen nu 5 minuten rond ongeveer. En ik wil alles gewoon in de zon inhouden zoveel mogelijk. Maar het is dag 1, dus ik moet echt nog even wennen. Dus de jongens lopen ver weg voor me. En ik ga rustig aan. We zitten nu op ongeveer 40 minuten op 9 kilometer. En we gaan rustig door. Lekker zo lopen. Kijk, daar zijn ze. Kijk ze gaan. Tweede loopje jongens, 12 kilometer. Dus dat maakt, weet ik het, 28 vandaag. Oh. Kijk jongens. De schoenen worden Keniaans goud gemaakt hier. Ze krijgen een mooie bruine veet. Dus dat is wel nice. Ja, gelijk maar even verslag doen van vandaag. Het was de eerste volle dag, dus dat was wel heel erg lekker en we hebben echt goed gelopen. Het is nu 6:30, het begint een beetje te schemeren. We gaan zo meteen om 7:00 lekker eten, dus ik moet eerst nog even douchen. En daarna is het klaar voor vandaag. We hebben 2 loopjes gedaan en een krachttraining. En ja, mijn hartslag is super hoog, dus dat is wel opvallend. Dus als je hier loopt, is je hartslag echt een stuk hoger. Dus ik moet proberen rustig aan te lopen. En het zal de loop van tijd wel een beetje meer wennen. Maar we gaan in ieder geval lekker. Dus dit was een topdag. De eerste volle dag Kenia. Ik heb weer genoten. Kijk jongens, dit is ugali. Dit is heel Keniaans is dit. Keniaans eten gaan we doen. En rijst. Niet per se heel Keniaans. En wat nice meat. Goed bordje vol jongens. Ik heb trek.